Specialisten verwachten dat nu nog wel meer van die zogenaamde cold cases een nieuwe wending kunnen nemen dankzij DNA-onderzoek, zoals dat nu het geval is in de zaak rond Jens de Blok, 20 jaar na de feiten. Want de technieken om zulke sporen te analyseren zijn de jongste jaren nog gevoeliger en dus nog beter geworden. Elsje Haas is DNA-deskundige aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. In het laboratorium onderzoekt haar team dagelijks DNA-sporen. Eerst en vooral ga je op zoek naar een spoor op een overtuigingsstuk. En een overtuigingsstuk is iets dat je vindt op de plaats van de misdaad. Als je een spoor hebt gevonden, dan ga je dat DNA eruit isoleren en dan ga je dat DNA analyseren. DNA blijft aanwezig op een overtuigingsstuk. Dat vergaat niet, DNA vergaat niet. Alles hangt natuurlijk af hoe het overtuigingsstuk wordt bewaard. Als dat droog is en op kamertemperatuur, blijft DNA jaren aanwezig op een overtuigingsstuk. DNA analyseren is één ding, maar in een moordzaak komt het er ook op aan om verbanden te leggen. Dat kan via een uitgebreide databank. Als we nu tot een spoor een DNA-profiel kunnen opstellen en er is geen verdachte, dan gaat dat ongeïdentificeerd sporenprofiel naar de Nationale DNA-databank om dan daar een search te doen in die databank. En zo kan er dan een hit of een match uitkomen met een eerdere veroordeelde of een verdachte of een ander spoor in een ander dossier om zo een link te hebben tussen verschillende dossiers. En precies dat is het geval in de zaak rond de moord op Jens de Blok. De verdachte is vorig jaar nog veroordeeld als medeplichtige in de zogenaamde kanaalmoord. Op specifieke cases mag het forensisch DNA-laboratorium nooit ingaan in de media, maar Elsje Haas is ervan overtuigd dat er in de toekomst nog meer cold cases zullen opgelost geraken, dankzij al maar meer verfijnder onderzoek. De laatste 5 jaren zijn de technieken zodanig gevoelig geworden dat we kunnen vertrekken van 1 cel en dat is voldoende DNA om toch een mooi DNA-profiel uit te halen. Waar vroeger de sporen niet voldoende DNA bevatten om toen een analyse te doen, kunnen we met de huidige technieken die veel gevoeliger zijn nu die oude zaken terug bovenhalen en nu een DNA-analyse op uitvoeren. U verwacht meer opgeloste cold cases? Ja, de trend is echt wel zo dat oude dossiers terug naar boven gehaald worden om nu een DNA-onderzoek alsnog uit te voeren.